Rugbyclub Het Gooi heeft talent in huis. 5 jonge spelers hebben zover geschopt dat ze een intensief programma van 5 maanden mogen gaan volgen in Zuid-Afrika. Hoe kijken zij hier tegenaan? Ik verwacht dat we het natuurlijk heel zwaar gaan krijgen. Niet alleen met de trainingen, maar ook met de temperatuur daar, dat het veel hoger is. En het is ook echt zo'n fulltime daar zo, dus je bent ook nergens anders mee bezig. 1 ding is zeker. Pittig gaat het zeker worden. Het meest intensieve programma wat je kan voorstellen, met gewoon 4 keer per dag trainen, 6 dagen in de week. Dus ja, ze doen niks anders dan rugby. Ze combineren het ook niet op het school of zo. Dus echt alleen maar rugbyën. En ja, wij denken dat ze daarmee echt wel weer een volgende stap kunnen maken. En we hebben dat ook gezien met jongens die eerder zijn geweest. Die zijn echt anders teruggekomen. Zowel fysiek en technisch, maar vooral ook mentaal. Je ziet dat het feit dat ze zich moeten meten met een heel ander kaliber tegenstander, dat ook in een mentaal aspect, dat heel veel met ze doet. Hoe hebben de spelers zich voorbereid op de aankomende 5 maanden? We hebben van de rugbyacademie een programma gekregen voor een sportschool en om conditioneel beter te worden. En dat heb ik gevolgd zo goed als ik kan. Ja, en voor ook gewoon lekker verder getraind op de club en wedstrijden gedaan. Voor de club is het vanzelfsprekend haar spelers goed te ondersteunen. It's one of our responsibilities is to push our own talent and to make sure that they get the best opportunity they can. So they also the boys that stood up and wanted to take the opportunity. And obviously for us, the first step is that you want to do it. And these boys stood up and want to do it, but also they've worked extremely hard and have come out on the top of their craft. So yeah, for us to support them, it's easy. Los van het trainen is de reis sowieso erg bijzonder voor de spelers. Ik vind het vooral leuk, want bijvoorbeeld Tom, die ken ik echt al sinds dat ik denk 6 ben of zo. Zoiets. Wij fietsen ook altijd naar de rugby, dus dat je dan samen naar Zuid-Afrika kan is wel super gaaf.